Opnieuw ophef over SLM. Vangnet voor liquidatie ligt al klaar. Communicatieve chaos over Surinaamse ambassade in Jeruzalem. En Noor Mohammed, wateroverlast opzettelijk laten ontstaan. Goeiedag, dit is Regionies TV Suriname van 3 juni 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Er is opnieuw ophef bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Ditmaal gaat het om de ontdekking dat de leiding van het bedrijf in het diepste geheim bedrijven heeft opgericht waarvan wordt vermoed dat die binnenkort de vliegmaatschappij SLM zouden moeten vervangen. Het vermoeden bestaat dat de bijna failliete SLM dan zal worden geliquideerd. In februari richtte directeur Paul de Haan een nieuwe holding op. Die kreeg de naam Flying Untrusted Wings, toevallig ook de slogan van de SLM. Een kleine 2 weken eerder richtte de Haan een financieringsmaatschappij op. Beide bedrijven zijn gevestigd op hetzelfde adres als de SLM. De nieuwe holding zal volgens de statuten deelnemen in luchtvaartondernemingen in Suriname. Het financieringsbedrijf moet vennootschappen en ondernemingen financieel mogelijk maken. Het staat in de statuten waar we de hand op wisten te leggen. Eerder deze week ging de vakbond bij de luchtvaartmaatschappijen in actie omdat geruchten eronder deden dat de SLM failliet verklaard zou worden. De eventuele Surinaamse ambassade in Jeruzalem blijft de gemoederen bezighouden. De Surinaamse en Israëlische ministers van Buitenlandse Zaken kondigden aan dat Suriname een ambassade in Jeruzalem zou vestigen. Daar ontstond een enorme ophef over in de Nationale Assemblée, het Surinaamse parlement. Voorzitter B. noemde de locatie ongewenst en vicepresident Brunswijk zei onomwonden dat er geen Surinaamse ambassade in Jeruzalem zou komen. Parlementariër Assis Gayadin zegt echter dat dit besluit nog niet is genomen door de regering. Pas wanneer BIBIS-minister Albert Ramdin terug is in Suriname, zal hierover worden gesproken. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zei kort na zijn aantreden dat de wateroverlast in Suriname opzettelijk is ontstaan. Hij weigerde kanalen op te halen, zegt hij. Dat was de straf voor de Surinaamse bevolking die bij de vorige verkiezingen Desi Bouterse aan de macht had geholpen. Noor Mohammed bood na felle protesten in het parlement excuses aan voor zijn uitspraken, maar de kanalen worden nog steeds niet opgehaald. Sloten en kanalen zijn dichtgegroeid, waardoor regenwater onvoldoende kan worden afgevoerd. Als gevolg hiervan lopen steeds meer wijken en wegen onder en de bevolking geeft minister Noor Mohammed hiervan de schuld. Dat schrijft Avondblad De West. Er is echter wel één lichtpuntje. Volgens de meteodienst zal het de komende dagen iets minder gaan regenen. Tot zover Regionies TV Suriname. Wilt u op de hoogte blijven? Download onze app regionieuws.tv en heeft u nieuws te melden, stuur uw berichten naar suriname@regionieuws.tv. Dank voor uw aandacht, een fijn weekeinde en blijf vooral gezond.